Een Nederlander en een lange ontsnapping. Rick Flens vanaf kilometer 1 tot uiteindelijk kilometer 186 reed hij aan de leiding met drie vluchtmakkers. Maar toen werd hij ingelopen in de straten van Utrecht en draaide het uit op de onvermijdelijke sprint. We zijn op het Europaplein. Een druk kruispunt in Utrecht en hier komt straks de Giro d'Italia voorbij. De Ronde van Italië, een wielerwedstrijd. Er zijn hier heel veel mensen komen kijken uit de buurt en ook van buiten Utrecht zelfs. En wij hebben ze gevraagd wat ze hier van verwachten en voor wie ze komen. Goedemiddag, mag je wat vragen? Ja, tuurlijk. U heeft niet alleen iets roze aan, maar ook echt van de Giro, hè? Ja, absoluut. En u komt hier ook speciaal voor de Giro? Ja, we zijn net al in de Marsdijk wezen kijken. En dat was spannend. En nu hier. En hoe snel ging het daar? Behoorlijk snel, ja. Is het bijzonder dat zo'n koers door je eigen buurt komt? Zeker, ja, natuurlijk. Zo'n kans moet je ook niet voorbij laten gaan om even te kijken 200 meter van je huis vandaan, ja. We zaten net nog even te kijken op tv. Het is wel leuk om beelden uit Wijk bij Duurstede te zien. Waar je ook nog wel eens rijdt en zo. En zometeen komen ze Houten, Nieuwegein. Al die bekende plaatjes. Het is wel leuk om te zien. Ja. Het is de eerste keer dat ik het ga zien. Dus. Hoe lang heeft u nou daarvoor moeten voorbereiden als agent? Eigenlijk heel weinig. We zijn om 1 uur opgekomen. Ik in stadion Galgenwaard. En daar word je gebriefd. En wat moet u precies doen? Je moet zorgen dat zometeen de kruising vrij blijft. Dat niemand meer overkomt met fietsen. En dat zodra de motoren komen die er nu aankomen. Dat is de kopmotor. Dat er dan ook niemand meer oversteekt. We staan helemaal in de aanslag. We staan al in de aanslag en als de bezemwagen voorbij is, dan sluiten wij gelijk weer aan. Normaal doen we alleen zwerfvuil en ja, dit is toch meer het zand en de steentjes zorgen dat die van de weg af zijn. Dus wel anders vegen als gewoon het zwerfvuil. Dus echt om te voorkomen dat de renners gaan uitglijden of vallen? Dat hopen we wel te voorkomen en daarom zijn we vanmorgen al heel vroeg begonnen om de route zo schoon mogelijk op te leveren. Zodat de wielrenners veilig door Utrecht kunnen rijden. En bent u goed op de hoogte nu? Ja, het schiet al op. Dus, want ze zouden hier om 4:15 hier komen, maar dat redden ze niet. Ik denk dat het even rustig is. Maar er is in ieder geval 1 Nederlander voorop, geloof ik. Heb je de brug gezien achter je waar ze overheen komen? Als je hier tussendoor kijkt? Ik zie er zelf ook wel eens over als we fietstocht gaan maken. Maar dan weet je hoe hard ze naar beneden komen zo? Ja, ze fietsen al met 60 km per uur. Als ze dan nog naar beneden gaan, komt er nog even 10 bij of zo. Volgens mij hebben we nu echt de kenner van de dag te pakken. Ja, dat is de eerste. De eerste die het weet. Heel goed. Mooie herinneringen aan de Giro voor slechts 10 euro. Je bent een van de weinigen die wat kocht, dat viel me op. Ja, het was maar een tientje. Wat heeft u gekocht precies? Ik heb een, dit is een one size fits all, zeggen ze. Ja, hiermee komt u wel in beeld, hè, straks? Ja, kijk, hier heb je toch echt wat, hè. En die pet natuurlijk. En iets voor op de ijskast. En iets voor in de auto. Nou, dat is... En een tas. Oh, we hebben hier nog wel eens vroeger de ronde van Kanaaleiland gehad, weet je wel, door amateurs en zo. Maar ja, dat zijn allemaal aparte dingen. En dan denk je, nou, dat moet je toch zien. En waar is die gebleven dan, die ronde? Ik heb geen idee. Maar misschien dat zo'n dag als vandaag daar wel weer nieuw leven in kan inblazen. Ik hoop het. Ik hoop dat het ook de ronde van Kanaleiland weer terugkomt.